Welkom bij het programma Het woord van het leven. Vandaag neem ik jullie weer mee naar het Oude Testament. Naar de tijd van de bouw van de tempel. Niet de eerste, maar de tweede keer. Wat is het verhaal eromheen? We gaan eerst eens kijken naar de vers. Vers komt vandaag uit Haggai, hoofdstuk 2, vers 4. En daarin stelt God het volk een vraag: Wie onder u. Is overgebleven die het huis in zijn vroegere heerlijkheid gezien heeft? Hoe ziet gij het nu? Is het niet daarbij vergeleken als niets in uw ogen? Maar nu wees sterk. Dat is de vers. Hagai, hoofdstuk 2, vers 4. Wat heeft dit te betekenen? Op dit moment is het volk net terug uit een ballingschap. De tempel van Salomo, die werd gebouwd daarvoor al. En die was gebouwd met het allerluxte en allermooiste product. Met het mooiste marmer. Het was bekend dat Salomo tot diep in Afrika ging om edelstenen, goud en alles te halen voor de tempel. De tempel was een prachtprauw om te zien. En er was nog kosten, nog moeite bespaard. Dat was de tempel van Salomo die de oude mensen gewend waren. En het oude deel van het volk die terugkwam uit het ballingschap herinnerde zich nog deze tempel. Nu die tempel was verwoest. God geeft opdracht in Hagai: Kom, wees niet lui, bouw mijn tempel. Ga de berg op en haal hout. Dus de tempel voorheen was gebouwd met goud, marmer en de mooiste stenen. En hier zegt God tegen hen: Ga de berg op en haal hout. En hij begint te bouwen met hout. En dan zegt hij die vraag: van wie onder u heeft hem vroeger gezien? Wat vinden jullie nu? Is het niet alsof het helemaal niks is? Ziet er niet uit, hè? En, dat is, en dan zegt hij een boodschap. Tegen het hele volk en dan begint hij: Wees sterk, Zerubabel. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozada. Dus hij zegt: Wees sterk tegen de leider van het land. Wees sterk tegen de priester van het land. We moeten sterk zijn. Ga door, ik ben met jullie. De heere van de legermachten, dus de heere die alle kracht heeft, zegt tegen hen: Ben ik het niet die de edelstenen heeft? Ben ik het niet die het goud bezit? Ben ik het niet die al dat heeft? Ik zal deze tempel zijn eer geven. Zo zien wij soms ook in mensen om ons heen dat zij niks waard zijn. En God roept ze, maar wij durven ze niet te roepen. Of wij beschouwen ze niet als christenen. Net als degene die gekruisigd was aan de rechterhand van Jezus, Demas. Demas was iemand die gemoord heeft. Iemand die heel veel zonde begaan had. En die was daar gekruisigd. Voor het aangezicht van het hele volk was het een slecht persoon. Maar deze Demas die daar hangt, die. Doe de juiste dingen naar Jezus toe. Jezus geeft hem hoop. Jezus geeft hem zelfs dat hij vandaag nog met hem in het paradijs zou zijn. Dus, dit is de kracht die God geeft. Begin te bouwen, ook al is het heel klein. En God zal het eer geven. Laat niemand je ontmoedigen dat hetgene wat jou, jij bouwt helemaal niks is. God geeft jou een opdracht die bij jou past. God gaat niet naar jou kijken, oh kijk naar de pauzen en de bischoppen en de heiligen. Doe net als hun, doe die grote dingen. Nee, hij begint met dit volk, het Is een klein volk, ga hout halen. Niet ga naar Afrika, ga goud halen. Nee, ga de berg hiernaast op, ga hout halen en kom. Dat is wat wij moeten doen. Begin te bidden, al is het onze vader. Begin te lezen, al is het twee versen die je leest. Begin te biechten, ook al weet je niet wat je moet zeggen. Begin. Het belangrijkste is dat we beginnen te hebben dat wij kunnen praten met God. En dat wij die eerste stap zetten. En God heeft gezegd over dit huis wat gebouwd is in Hagai. Zal dat huis meer eer geven dan de tempel van Salomo? Hoe? Uiteindelijk is dat de tempel geworden waarin Jezus heeft staan prediken in het Nieuwe Testament. Wat is een grotere eer voor het huis van God dan dat Jezus zelf daarin staat? En toen was vergaan de glorie van het goud, het marmer en alle edelstenen van Salomo. Toen was duidelijk hoe belangrijk het huis van het hout was. Degene die eer geeft, degene die mooi maakt, is God. Degene die het perfect maakt, is God. Degene die begint, zijn wij. Wij doen de deur op een kiertje, wij doen de deur wat open en beginnen. Dus vandaag wil ik net als jullie allemaal dat wij lezen deze vers en beseffen dat wij ook die momenten in ons leven hebben. Soms. Door mensen om ons heen laten we onze motivatie weghalen. Maar soms ook uit onszelf. Ik ben het niet waard. Ik ben niet sterk genoeg. Ik ben te slecht om naar de kerk te gaan. En daar van die emoties moeten we af. Samen lezen we de vers weer van Haggai, hoofdstuk 2, vers 4. Waarin hij zegt. Wie onder u is overgebleven die dit huis in zijn vroegere heerlijkheid gezien heeft? Hoe ziet gij het nu? Is het niet daarbij vergeleken als niets in uw ogen? En dan zegt God tegen ons, wees sterk.